Hey, welkom iedereen. Welkom lieve vrienden, vriendinnen en mijn favoriete hond, Samson Massie Gegertje. Dus vandaag een video over iets. Het is gestoord. Ik wist het niet. Ik dacht van. Ik wist niet dat dit een ding was, maar het is blijkbaar een ding. En ja, ik moet erover zagen. Dus zoals jullie weten, als jullie mijn Old School RuneScape Twitch streams volgen, was ik een tijdje geleden in de wildernis bezig, ben een altijd aan het killen voor de pet. En ik zei, godverdomme, er zijn nogal veel pikeers. En er zei iemand in een Discord, hoe, betaalt jij daar niet voor? En toen dacht ik, dat is nieuw voor me. Wat is dit? Hoezo betalen? Ja, je moet ervoor betalen en dan laten die mij rust. En eerst dacht ik, ja, die man is gewoon de kluts kwijt, die man is aan het zeveren, want what the fuck is deze man? Dit slaagt gewoon op niks. Maar inderdaad, het was zo. En dat bleek later te zijn, want hoe de stream vorderde en zo. Bleef ik maar gepikeerd werden en ik hopte altijd worlds. Mijn worlds waren op stream niet te zien en zo. Dus je kon alleen mijn vriendenlijst stond of mijn clanlijst stond of. Dus je kon onmogelijk weten in welke world ik zat. Dat was gewoon niet te weten, zo gezegd. Nu, er waren constant een paar dezelfde mensen die mij toch gewoon vonden. En die in het begin eigenlijk heel vriendelijk waren van, hey man. Als je ons geld geeft, dan gaan wij gewoon off. Hè? Dan gaan wij niet meer piqueren en zo. Je kunt gewoon niet ding gaan. Nu, ik was er wat grof tegen. Ik zei gewoon van, ja, zet ik al er allemaal klinkt het gek dat ik daar geld voor ga betalen en zo. Wat voor fucking maffiapraktijken zijn dit, man. En dan zei hij, oké, dat is goed. Dan blijven wij gewoon zoeken totdat je wel geld betaalt en dan gaan wij off. Ik bedoel, hoe triestig is dat, man? Is dit waar RuneScape gekomen is? Vind ik onder dat normaal? Wat de fuck is deze man? Dat is toch niet normaal dat je geld moet betalen zodat mensen je gewoon met rust laten? Ik bedoel, ik risk fucking 100k man. Ik bedoel, wat ga je allemaal doen voor fucking 100k? Zit je gestoord in je kop? Ik bedoel, er zijn keiveel worlds in RuneScape. Je gaat mij niet zeggen dat je al die worlds elke keer fucking afhopt. Gewoon puur om mij te kunnen pikeren voor fucking 100k. Nee man, dat is gewoon om de voze mens uit te willen hangen. Dat is echt gewoon puur daarom. En ik vind dat niet kunnen. Ik vind dat belachelijk dat je zo bent. En ik vind dat nog zelf belachelijker dat er mensen zijn dat echt geld eraan geven. Want anders doet je zo'n dingen niet. Anders ga je niet zeggen van ja kijk, geef ons zoveel geld en we blijven gewoon met heel de clan. Van u af en zo, we weten dan wie dat je bent. En dan kun je rustig je gang gaan bij die bos. Dat is dat zo niet. En ik snap niet hoe dat dit. Nee, ik kan daar niet opkomen. Ik snap niet dat mensen dat doen. Dus, plus ja, om eerlijk te zijn. Ik weet, ik ga hier haat voor krijgen. Hè, maar ik ga de reacties uit de YouTube-video uitzetten en dit en dat. Want. Ik heb daar geen zin in. Ik ga sowieso butthurt mensen krijgen dat deze methode wel toepassen en daar wel veel geld mee verdienen. En dit en dat. Aan die mensen zou ik graag willen zeggen, zoek te leven. Val mensen niet lastig. En om eerlijk te zijn, je zit echt gewoon zielig. Om mensen te gaan pikeën dat niet eens willen pikeën. Ja, je kunt zeggen, ja, maar het is de wildernis, het hoort erbij. Nee. Ja, het zal allemaal wel zijn. Maar het is fucking belachelijk, man. Het is fucking belachelijk om dezelfde persoon te blijven er naartoe te gaan, te blijven zoeken en dit en dat. En om er zo kei fanatiek mee bezig te zijn. Gewoon totdat die mens geld betaalt, zodat hij bij rust zou zijn. Dat is er gewoon fucking maffia, man. Dit gaat er gewoon echt los over. Ik vind het niet kunnen. Wat fuck gewoon toen ik dat hoorde. En toen ik dat meemaakte, ook gewoon zelf. Ik kon dat niet geloven. Dus wat ik ook daarjuist zei, echt pikeën is het niet. Ik bedoel, je staat, lekker als bij Venenatis, ik stond in singles.
Er zijn dan mensen dat met een team van fucking 5 man komen met een Dragon Spear om je toch in de multizone te luren. Allee, te duwen zo gezegd. Als je weet hoe dat een Dragon Spear werkt, je verstapt elke keer één tile per spec dat die op je doet. Dus om den duur staat er wel gewoon in multi. Je kunt er dat niet aan doen. Dus dat is dat. Plus, ik zeg het, ja, echt pikeën is het niet, want... Ik sta daar in fucking Black D-hide met room gloves en een koif aan. Een fucking koif, man. Zo triestig is het gewoon. En ja, die mensen die blijven gewoon komen, man. Dan heb je één dat teleblok doet. Dus ja, je kunt al niet teleporteren voor 3 minuten. Wat best wel sukt. Als je dan nog in multi geduwd wordt, dan overleef je het sowieso niet. In single heb je nog kans om dat te overleven. Maar in multi, no fucking way dat je dat overleeft. Dan heb je nog een in de ice barrage cast. Nou, dat is zoiets plezant. Dat betekent dat je al voor zoveel seconden ook nog niet kunt bewegen. Dus je moet eigenlijk gewoon blijven fucking stilstaan. En dan heb je nog iemand met een AGS. Of Dragon Claws. Of een Ballista. Dit of dat je constant aan het raggen zijn door je prayer en dit en dat. En om eerlijk te zijn, Ballista is fucking OP gewoon, man. Dat hit 30's, 40's door prayer, dat is belachelijk. Ik ga niet heel mijn inventory fucking Bruce en Anglerfish steken om gewoon te kunnen overleven, en man. Ik bedoel, wat is deze voor belachelijke shit? Dus, weet je, ik snap dat niet. Misschien, het zou wel aan mij liggen, hè, daar niet van, want blijkbaar zijn er heel veel, dat hoor je ook, hè. Er zijn blijkbaar heel veel mensen dat doen en dat normaal vinden. Maar ik vind, als je een pikeer bent en je hebt een beetje decency, ga pikeen tegen mensen dat ook willen pikeen, man. 1. Die risken meer. 2. Het gevecht is ook gewoon fun. Want je hebt interactie tussen 2 mensen. Ik bedoel, ik attack niet eens terug, hè, man. Ik bedoel, hoe fucking moeilijk kan het zijn? Het is lekker als een goblin in fucking Lumbridge killen, hè. Je moet niet veel doen. Het is niet echt moeilijk, hè. Ja, frustraties. Maar goed. Als die mensen graag met 5 man 100k willen splitten, is dat goed voor mij. Ik kan er niet aan doen. En ik hoop met de Wilderness rework dat ze daar iets aan gaan doen. Ik weet niet wat ze eraan gaan doen, maar ik heb een paar opties. Optie 1, en dat zou ik heel graag hebben, al teleblok uit de Wilderness. Gewoon, bam, doet dat weg, man. Dat is voor niks goed, teleblok. Nergens in de fucking game gebruik je teleblok op iets. Je gebruikt het enkel op een andere speler. En het is dan nog op de lafste manier dat er is. Dus het is gewoon fucking bullshit dat gewoon die spel nog maar in de game zit. Nummer 2. Haal alles wat multi is uit de game en zet dat in singles. Of zet tenminste alle bosses in single area gewoon. Dan kunnen ze nog met 5 of 10 man afkomen. Maar dan heb je tenminste nog de kans om weg te komen. Dat is dan nog iets. Wat dat ze hebben gedaan, ik denk dat dat niet in oldschool RuneScape was. Maar ik denk dat dat in RS3 was, pre-EOC. En toen hebben ze de Wilderness even weggedaan. Ja, inderdaad, er was even geen Wilderness. Allee, ja, de Wilderness was er wel nog, maar je kon er niet meer in pikeën. Het ding daarmee was gewoon, je kon in een Bounty Hunter crater. Dus je steekt al die mensen gewoon in ene krater, in heel de Wilderness. En daar vechten ze het met elkaar uit. En je laat de andere mensen gewoon rustig andere shit doen. Weet wel, dat is een oplossing. Dat is een hele goede oplossing, als je het mij vraagt. Dan heb ik tenminste mijn rust en zo. Want je moet weten, ik ben nu Venenatus aan het doen. En dat is in single combat. De meeste van de tijd ben ik in single combat. Dus, maar er gaat een tijd komen dat ik de Venenatus pet krijg. Sowieso. En dat ik dan naar bosses like als de Vetion en Callisto moet. En oh god, daar is het nog 1000 keer erger als in Venenatus, hè. 1. Daar kun je niet direct weg teleporteren, want dat is te diep in de Wilderness. Zelf met een Royal Seedpot van Monkey Madness 2, vergeet het. Het lukt gewoon niet.
Want je moet in de 30 wildernis zijn, dat is punt 1. En punt 2 is, het is er allemaal fucking multi-man. Dus er moet gewoon een team inloggen met 5 tot 10 man. Ene moet teleblok casten, de andere moet ice barrage casten. En je zegt gewoon dood. Weet je, zo pikeën, voor mij is dat niet pikeën, man. Voor mij pikeën is gewoon player tegen player. Met hetzelfde gear, bam bam, gewoon keihard tegen elkaar gaan. En zien wie dat dan de beste heeft, wie dat dan het meest skill heeft. Maar om eerlijk te zijn, een PVM'er pikeën dat niet eens voorbereidt, dat niet eens terugvecht, man. Ik bedoel, hoe triestig als speler kunt je zijn? En het ergste van al is dat je dan ook echt nog gewoon letterlijk zegt van ja, als je niet gaat betalen, dan gaan wij je niet meer rust laten en wij blijven gewoon worlds hoppen totdat we u uiteindelijk gewoon hebben en dan gaan we u pikeën. Dat is gewoon fucking sad, man. Nu... Nog iets hoe dat je het zou kunnen oplossen. Want het klein beetje geld dat ze krijgen in de wildernis, dat komt van uw wilderness weapons. De Vigora's Chain Mace of de Crossbow dat ik gebruik bij Vanatis, gebruikt Revenant Adder. En al die Revenant Adder, die verliest je als je doodgaat. Dus als je nu gewoon een keer zorgt dat je, like als bijvoorbeeld de Toxic Blowpipe bij Zura, dat je je scales en je darts niet verliest. Like als dat je je Revenant Adder niet zou verliezen bij je Crossbow of bij Vigora's Chain Mace of bij die staf of weet ik het gewoon wat allemaal, dan is er nog minder reden om te pikeën, man. Gewoon omdat je dan nog minder riskt. Ik bedoel, gaat je dan echt beginnen moeite doen voor fucking misschien 50k maar een fucking Koi Vroom Gloves, Black Dehyde en zo? Ik bedoel, waar de fuck zijn je dan mee bezig, man? Dan doe je dat toch echt gewoon omdat je een slechte mens bent en mensen wilt kloten. Anders doe je zo'n shit toch niet. Nu, dat is mijn mening. Nogmaals, ik ga de reactie op deze video uitzetten. Want ik ga sowieso butthurt mensen hebben dat wel pk'en. Die methode wel toepassen om geld te krijgen en tietetet en zeggen ja, maar het is de wildernis, het hoort erbij. Ja. Allemaal goed en wel. Maar niet op mijn video's, maat. Hiermee ga ik de video eindigen, boys. Ik zie dat ik jullie al langer dan 12 minuten aan het doodvervelen ben. Dus het is wel genoeg geweest met wat gezaag. Maar ik wou dit wel even aankaarten dat dit echt een probleem is. En please, Jagex, doe er te fuck is iets aan, hè, man. Ik bedoel, wat is deze? Vind je dat allemaal normaal, of hè? Ik vind dat niet normaal. Maar kijk, goed. Ik kon ermee over ophouden. Allemaal super bedankt om te kijken naar mijn video. Als je het cool vindt, geef mij een like en subscribe op deze video. En ik zie jullie graag gewoon in mijn Twitch stream. Of gewoon, ja, in de volgende video. Wie weet over wat gaan dan. Yo, salukes.